mensen, en leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag gaan we Mirror's Edge 2D spelen. Ja. Een super cool game. En laten we gewoon gauw beginnen. Jullie denken misschien waarom Mirror's Edge eigenlijk? Ja, waarom zo'n oude game? Nou, zo oud is eigenlijk niet, maar. Ja. Maar ik heb Mirror's Edge wel vaak gedaan, maar na een nieuwe versie. Maar ik vind het gewoon veel cooler. Gewoon 2D. Dat is gewoon veel te vet, chill. Of niet? Ga je aan. Ik loop. Use the arrows in move. Ja, dat snap ik nu wel. Ik heb het wel eens één keer vaker gedaan. Ik snap het niet echt goed. Ik begin gewoon. Ik heb geen zin in dit gekloot. Ik ga gewoon beginnen. Oké, spring met S, zie je. Play. Zo. No game. Nou ja, laten we dan maar mooi beginnen. Hij laat. Laat balkje. Nu is je klaar met laden. Oh, dit is leuk. Heel dit uitgelegd. Ja, hou je back. Hou het leggen balkje. We gaan gewoon beginnen. Hier is al de eerste tas of wat het ook is, een schatkist. Die moet je collecten dus. Alle 10 proberen, maar. Gaan we hier ook heen? Even kijken, hoe doen we dit? Ah ja, stop. Oh, daar is ook een. Oh, daar kan ik niet bij komen. Dus dan moeten we daar anders zien te komen. Wow. Vet cool slide. Yeah. Ik ben geen kid, ik ben vet cool. Ik ben een Gothic. Oh nee, gaat dit. Ben ik dan Gothic? Nee. Dat haar lijkt wel een beetje, maar het is van me niet zo. Nou ja, laat. Oh, rust. Ja, ik moet de punten wel pakken, hè. Oké, nou, dit is dus de game. Ik vind het wel een vreemde game, maar het is wel op zich wel cool. En dit ding staat voor. Waar ik me tegenaan sta, dan weet ik dat is voor checkpoints. Dus als ik nu zo doodga, of doodval of zo. Nou. Ja, dit is een horizontal wall run. Horizontal wall run. Moet je bij oplopen en dan ik moet van hier naar links. Dan kan ik van me weer bij die schatjes komen. Ja, die is van net zacht. Oei. Oh, rustig. Oké, daar gaan we. Nee, ja. Ik heb hem. Oké. Ja. Wop. Oh, ja, drop. Oh, shit. Oh, kut. Daar gaan we, kom op. Yeah. Oké, jij, hier bij op. Ja. Daar gaan we dan, een beetje naar achteren. Hoppa. En dan sluiten we naar beneden en dan sluiten we hier zo langs. En dan heb ik hem en dan... Ja, dat ging geweldig. Dat is al 2 schatkistjes. Huh? Zit dat? Ze gaat echt zo. Ze tegenaan staan. Nou, ze moet even rusten. Maar ik sluit onderdoor. Ik ontwikkel obstakels of ik klim eroverheen. Ik ben echt een free runner. Yeah, check mij dan. Check mij gaan. Oeh, ja, oeh. Zou je onder ook een schatkistje zijn? Ik denk het wel. Ga ik ook naar links zo heen of zo? Moet dat gewoon zo? Oh shit. Nou, nu ben ik dus af. Zo gaat het dus. Ik snap het helemaal. Ja, nu nog een puntje erbij. Misschien nog gewoon zo en dan. Zo, en dan doe ik een goede zwaai. Ja. Ja, de tas. Oh nee, ik ga dood. Oh, dat was nog een ingang. Daar, misschien kan, is daar ook nog iets of zo, ik weet niet. Daar ga ik dus, oh, dan ga ik in ieder geval ook heen nu. Dat begrijp je natuurlijk wel, want ik doe gewoon alles wat ik kan. Dan moet ik naar die andere. Kijk, hier rechts onder me. Daar moet ik heen.
Ja, oké. Okay. Dus nou zwaaien we even mooi naar binnen. Ja, vet, wat is hier? Wat is hier? Hier is ook iets speciaals hoor. Ik weet het zeker. Gewoon. Oh! Kut. Moet ik daarin of zo? Oh, dit is een bonus denk ik, of niet? Vet cool. Oké, okay, dus ik mag... Oh, kut. Ja, yes, ik heb hem gehaald. Ja, loop. Oh, in één keer. Dat was wel nice. Hij raakte me amper. Dat was wel vet, die bonus. Nou, heb ik ook een mooie bonus erbij. Ah, nog een schatkist ding. Oh ja, we gaan bij de muur oplopen. Het is echt een vette game, jongens. Is, oh nee, dit is niet zo glas. Oké, ik snap deze game eigenlijk in principe wel. Oh, ja, ik moet er wel bij opklemmen. Oh nee. Hoe doet hij nou? Ah shit, ik sprong net wat te vroeg, dus toen, wow. Ja, nu haal ik het. Oké, dan gaan we hierheen. Dan kunnen we niet heen. Oh, yes. Dit is echt een geweldige game, jongens. Laat ik trouwens een comment even achter als jullie nog een part willen. Want ik ga denk ik sowieso verder, maar als ik het echt niet wil of zo, wil ik het verschrikkelijk vinden. Of juist tof, dat ik hier echt mijn leven lang moet investeren in dit. Dan zeg dat zeg maar even en dan zal ik er even aan denken om verder te gaan met deze game. Oh! Kan ik hier langs? Oh nee. Oh, nee. Moet ik daar langs? Ik denk dat daar nog zo'n schatkist is. Ik zou voor de 5 gaan, hè? Voor de 5 schatkisten. Oké, of 5 of 6, zo daar rond. Dus hier moet... Ik denk dat die bovenop nog een is. Ja, daarboven is een. Yes! Hopelijk is hier nog een. Oh. Oh, we gaan. Oh, zipplijn! Oh, kut! Dit is geniaal. Oké. Kan ik hier naar beneden? Yes. Jammer. Ga gewoon verder. We hebben al vijf schatkisten, dus mijn doel is eigenlijk al gehaald. Het zou mooi zijn als ik er nog een bij kreeg. Of zo'n folder ding. Nou ja, ik kan hier bij op. Hier ga ik bij op. Hekkero. Oké, jump. Ja. Oh, hier is wisselglas. Ja. Spannend. Dit, dit. Oh ja, zo moet je bukken. Dit is echt vet. Hij loopt. Als je loopt, moet je gaan. Oh, kut. Oké, daar is hij. Nee. Ja! Yes! Lopen! Joppie! Twee volgers van de twee! Dat was een landingsbankje. Hier moet bij op. Hier moet bij op. Wat is dat? Wat is dat? Zou er bij op kunnen komen? Dat is in ieder geval iets. Je moet er misschien... Oh, dus ik loop hier bij zo'n kraanding op. Wacht. Oh, de boot. Kut, ik was een schatkist vergeten. Nou mensen, dit was de video. Vond je hem leuk? Abonneer even. Boven. En dat is gratis, dat kost geen geld. En dan draag je even bij. Dan kun je mee op de hoogte van mijn video's. En als je abonneert, dan komen er meer video's. Ja. En hieronder kun je thumbs up, like hem, of gewoon terwijl groen duimpje. Doe dat ook even.
Als je een YouTube kanaal hebt, anders kan het niet, want dan... Dus maak een YouTube kanaal en like hem. Volg hem op je favoriet, kan hij onder ook wel. En deel met iedereen die je kent, dat kan hij onder ook allemaal. Dus, en laat een comment achter, kan hij ook zelf. Hieronder kan alles, behalve abonneer van mij. Yeah. Maar dan zie ik je wel de volgende keer. Jij moet ook even Hadi doen, zeg. Zeg eens Hadi nu. Hi back. Oké, Hadi nu, mensen.